Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderpretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Giel de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen. Het avontuur achterna met you en Julia. Mag ik een suikerspin? Oh, natuurlijk, lieverd. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, geniet ervan. Dag! Oh, ik hou van slagroom, ijs, chocolade. Popcorn, lollies, altijd goed. Wat is meneer Kaasgraaf toch de hele dag aan het doen? Oh, hij zit de hele dag op zijn kantoor. Oh, maar wacht eens even. Ik heb een ideetje. Zo, ik ga meneer Kaasgraaf even flink verrassen. Yeeha! Cowboy Jules komt je vangen. En cowgirl, jullie ook. Gezellig, hè? Nee. Wacht, eens even kijken. Als ik deze nou hier aan hier zet. Oh, ik heb gewoon geen idee wat die nieuwe attractie moet worden. Ik heb het. Ik heb het. We maken een... Nee, dat kan niet. Oh, ik heb geen idee wat die nieuwe attractie moet worden. Ja, binnen. Oh, meneer Kaasgraaf. Kijkt u eens. Een heerlijk lekker meneer Kaasgraaf, wat is het hier een troep? Oh, meneer Kaasgraaf, gaat alles wel goed met u? Ja hoor, het gaat helemaal goed, mevrouw Suikerspin. Niks aan het handje, alles loopt op rolletjes. Geen stress over wat bijvoorbeeld die nieuwe attractie moet worden. Alles gaat echt helemaal goed. Oh, meneer Kaasgraaf, denkt u wel aan uzelf? U werkt ook zo ontzettend hard. Nou... Oh. Lekker. Zo. Ik heb het! Wat heeft u? Oh, ik weet hoe ik u kan helpen. Mij kan helpen? Ja, kijk dus, meneer Kaasgraaf. Zo, u gaat eventjes helemaal niet denken over een nieuwe attractie. Nee. Nee, maar... Zo, kijkt u eens. En deze. Zo, u gaat uw hoofd even helemaal leegmaken. Leegmaken? Ja, zodat er weer ruimte is voor een nieuwe creativiteit. Nou, ja. Nou ja. Nou, als u het zegt, mevrouw Suikerspin, dan zal het wel. Maar, mevrouw... Nee. U gaat met de beentjes even omhoog. Ja, en even lekker ontspannen, hè? Dan zal ik de papieren in mijn suikerspinhuisje bewaren. Dag! Ja, maar... Dag! Oh. Oh. Dat was leuk, Julia. Ja, ik kan echt niet wachten om straks in de nieuwe attractie te gaan. Ik ook niet, Julia. Oh, maar denk je dat meneer Kaasgraaf al weet wat de nieuwe attractie gaat worden? Geen idee. Hij is er volgens mij iedere dag heel erg druk mee bezig. Oh ja, hij is ontzettend druk. Maar vandaag eventjes niet. Nee, vandaag rust meneer Kaasgraaf eventjes lekker uit. Nou, volgens mij heeft meneer Kaasgraaf nog helemaal geen idee wat de nieuwe attractie gaat worden. Nee, maar meneer Kaasgraaf kennende wordt het vast heel cool. Dat weet ik wel zeker, Julia. Hé, hey, Julia. Wie er als eerste bij de Dino Tour is? Oké. Okay. Hoor je dat? Ja? Die kaastengel die is bezig met een nieuwe attractie. Oh, wat leuk, baas. Nee, dat is helemaal niet leuk. Nee.
Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om in zo'n nieuwe attractie zo van de... Nee, natuurlijk niet doen. Met de nieuwe attractie komen er weer een heleboel kinderen die naar dit pretpark willen. Met die muizen en die oliebol van een suikerspin en met die kaasstengel willen komen spelen. Oh, baas, en met een kaasstengel spelen, dat is toch hartstikke leuk. Maar wacht eens even. Kijk eens aan. Deze kaart is de oplossing. Oh, baas, kunnen we met deze kaart dan wel met een kaasstengel spelen? Nee. Nee. Met deze kaart kunnen wij ervoor zorgen dat er helemaal geen nieuwe attractie komt. Dat is jammer. Met deze kaart zorgen wij dat er helemaal geen attracties meer zijn. Oh ja. Kom mee. Ja, kom mee. Geen attractie. Baas, wacht even eens. Ik ben wel genoeg uitgerust. Ik ga wat doen. Ja. Dag meneer Kaasgraaf, hoe bevalt het uitrusten? Ontzettend goed mevrouw Suikerspin, maar ik zou nu toch wel gewoon weer aan de slag willen met een nieuwe attractie. En heeft u wel een papieren nog? Oh meneer Kaasgraaf, weet u wel zeker dat u genoeg bent uitgerust? Nou, helemaal zeker, zeg, ik zit vol energie om aan de slag te gaan. Oh, nou kijkt u eens even zo. Alsjeblieft! Oh, meneer Kaasgraaf, ik ben zo ontzettend benieuwd wat voor briljant idee u heeft bedacht voor de nieuwe attractie. Ja, ik ook. Ik ook. Zo, nou, baas, hij loopt, maar ik snap er helemaal niets van. Waarom zien wij er nou zo belachelijk uit? Nou, zo gaan wij ervoor zorgen dat er straks helemaal geen attracties meer in dat pretpark staan. En dan worden wij schathemeltje rijk. Schathemeltje rijk? Hoe kunnen we nou schathemeltje rijk worden met zo'n mislukte boerderij? Luister, rund. Nee, baas, kijk eens even goed. Ik ben een koe. Kijk. Dit is de tante van meneer Kaasgraaf. Ja, en die is lang geleden naar Texas vertrokken om daar een boerderij te beginnen. Nou en? Wij gaan ervoor zorgen dat die Kaasgraaf ook voor een hele lange tijd naar die boerderij in Texas gaat. Ja, en ondertussen verkopen wij dan alle attracties. En met dat geld bouwen wij ons eigen pretpark. En dat noemen wij de Juliana Tower. Te gek! Lekker internationaal. Ja, dat is een goeie, baas. Dat is een hele leuke. Hey, maar baas, één, snap ik nog niet, even niet helemaal, hè. Waarom gaat die kaasgraaf dan naar Texas? Nou ja, omdat dat hem gevraagd wordt. Ja. Waarom zou hij dat nou doen als wij dat aan hem vragen? Dat doen wij toch niet? Nee. Dat vraag ik. De tante van meneer Kaasgraaf. Oh ja, that's a great one, baas. En dan is het dag Kaasgraafie. Dag pretparkie. Toedeloe. Toedekoe. Ik zei koe. Toedekoe. Die is goed, hè. Nou, en zet dat ding goed, hè. Nou, geef snel die DVD. Oh, gaan we een filmpje kijken, baas? Nee, natuurlijk gaan we geen filmpje kijken, zak patat. Oh, baas, een filmpje kijken met de zak patat? Lekker! Nou, geef mij hier. Oh, nee. Meneer Kaasgraaf komt eraan. Ja. Snel. Zo. Hij komt er nu echt aan. Wegwezen. No. Is even kijken. Ja, een dvd'tje.
Hallo. Hallo! Mag ik misschien een bolletje banaan? En even kijken. Oh, en ook een bolletje chocola. Ja, en voor mij graag een bolletje citroen. Dankjewel. Oh, dankjewel. Lekker zeg. Dankjewel, Julia. Hoi. Oh, gaan jullie een lekker ijsje eten? Ja. Ja. Wilt u ook een ijsje? Oh, nou dat lijkt me wel ontzettend lekker zeg. Zou ik van u één bolletje aardbei mogen? Dank u wel. Oh, misschien lust meneer Kaasgraaf ook wel een ijsje. Ja, wat een goed idee, Jules. Ja. Laten we een ijsje naar meneer Kaasgraaf brengen. Oh, wat een goed idee zeg. Mag ik van u nog één bolletje pistache? Dat vindt hij lekker. Zo. Meneer Kaasgraaf! Meneer Kaasgraaf! We hebben een verrassing voor u! Ja, nu even niet. Ik moet weg. Oh, kijkt u eens! Meneer Kaasgraaf, wat bent u aan het doen? Gaat u op vakantie? Oh, meneer Kaasgraaf, lukt het een beetje met het idee voor de nieuwe attractie? Nee, die nieuwe attractie zal echt even moeten wachten. Hè? Ik moet nu meteen naar mijn tante in Texas. Tante in Texas? Ja, ze heeft mijn hulp nodig, dus ik moet nu meteen gaan. En ik ken tante, hè. Als ik dat niet doe, nou, dan zwaait er wat. Oh, maar meneer Kaasgraaf, wat is er dan allemaal aan de hand? Heeft tante u soms gebeld? Nee, ze heeft een videoboodschap achtergelaten. Huh? Ja, kijk maar. Huh? Zo. Nou, schiet nou op. Ja, baas. In. Zo, hij staat aan, baas. Dag, lief neefje Kaasgraaf van mij. Wat doe je? Hé? Ja, ik ben toch een dierbaas? Maar jij bent toch geen varken, domme kip? Oh, natuurlijk, ik ben een kip. Jij bent een koe. Nou, Zoals je ziet gaat het niet zo goed met mij. Nee, ik heb een ongeluk gehad op de boerderij in Texas. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus jij moet onmiddellijk hier naar Texas komen om jouw arme, zielige tante te komen helpen. Hè? Ja, en als jij dat niet doet, nou... Nee, als jij dat niet doet, hè? Hou je mond. Ja. Als jij dat niet doet, nou dan zwaait er wat. Ja, zeg. Tot heel snel, hè, lieve neefje Kaasgraaf van me. Dag. Dag. Staat het erop? Ik zal even kijken, baas. Ja, het ziet er mooi uit. Nou, zoals jullie kunnen zien is het van groot belang dat ik nu meteen wegga. Meneer Kaasgraaf? Kan het zijn dat ik tante ergens van ken? Nee, dat denk ik niet, zeg. Nee, tante is echt al jaren geleden verhuisd naar Texas, hè. Maar hoe moet het dan met de nieuwe attractie? Ja, dat zal echt even moeten wachten tot ik terug ben. Meneer Kaasgraaf, gaat u maar gauw naar het vliegveld. Wij zullen goed op de Juliana-toren passen. Ja! Nou, ik had niks anders van jullie verwacht. Meneer Kaasgraaf! U moet gaan! Ja, ik moet gaan. Dag! Dag, meneer Kaasgraaf! Dag, meneer Kaasgraaf! Doe voorzichtig! Het is gelukt! Het is gelukt. Die meneer Kaasgraaf gaat naar Texas! Yes! Basie, wat gaan wij dan nu doen? Wij gaan eens een paar hele belangrijke telefoontjes plegen. Oeh, kom mee. Kom mee. Naar het vliegveld alstublieft. Ja. Huh?
Jules en Julia, wij moeten er nu voor zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen. Oh, dat gaat helemaal goed komen, mevrouw Suikerspin. Ja, laat dat maar aan ons over. Goedemiddag samen. Kunt u mij wellicht vertellen waar ik de achtbaan kan vinden? Ja hoor, meneer. U vindt de achtbaan in het midden van het park. Gewoon rechtdoor lopen. Dankjewel, muizenmeisje. Ga ik eens even kijken voor hoeveel geld ik die achtbaan kan kopen. Huh? Achtbaan kopen? Dat kan toch helemaal niet? Nee. Nee, dat klinkt wel een beetje vreemd, hè? Ja. Nou, zo vreemd is dat helemaal niet. Nee, zo vreemd is dat helemaal niet. Nee, want als je attracties te koop zet, is het natuurlijk niet zo gek dat daar kopers op afkomen. Hoe bedoel je? Mevrouw Suikerspin, de boeven. Maar jullie kunnen helemaal geen attracties te koop zetten. Nee, wij niet. Wij niet. Maar, meneer Kaasgraaf wel. Kom mee. Kom mee. Zo, eens even kijken. Dan is het hier rechtdoor. Wacht, dat klopt niet. Dan is dat hier rechts af. Zo. En eens even kijken. Dan hier naar links. En dan zo. Daar de boerderij van tante moeten zijn. Oh, ik hoor maar dat ik op tijd ben. Nou, kijk eens aan. Dat is dan 1 miljoen euro voor deze prachtige achtbaan van jullie. Onze achtbaan? Dit is toch de achtbaan van meneer Van mij, meneer Kaasgraaf, inderdaad. Ja. Zeg, ontzettend bedankt. Hè. En zoals afgesproken kunt u morgen de achtbaan om 9 uur 's ochtends komen ophalen. Helemaal goed, dank u wel hoor. Ja, tot de dienst hoor. Oh, baas. Zie je dat? 1 miljoen euro voor die stomme achtbaan van meneer Kaasgraaf. Wat een geld, hè, baas. Oh. Baas, ja. Zullen we hiervan lekker een ijsje kopen? Eén ijsje? Van dat geld kunnen wij wel 100 ijsjes kopen. Jappie. Stop! Jullie kunnen de achtbaan helemaal niet verkopen. Oh nee. Volgens mij kan ik, meneer Kaasgraaf, dat heel gemakkelijk. Ja. Daar zal je de volgende koper hebben, hè? Ja, meneer Kaasgraaf, ja. Wat? U heeft interesse in het reuzenrad? Ja, nee, natuurlijk kunt u dat meteen contant betalen. Ja, hè. 2 miljoen euro? Ja, nee, helemaal super hoor. Ja, tot strakjes hoor. Nou, sorry suikerbolletje van me. Wij moeten er weer van door, hè. Zaken gaan voor het meisje. Dat is een goeie baas. Toedeloe. Zo, en dan zou het hier ergens moeten zijn. Tante Tilly! Tante Tilly! Tante Tilly! Waar is ze nou, zeg? Ja, Tante Tilly! Tante! Kareltje! Wat doe jij nou hier? Nou, tante. Nou, ik ben er, tante. Ik kan klaar om u te helpen op de boerderij. Bent u alweer uit het gips? Uit het gips? Welk gips? Ah, leuk dat je er bent, Kareltje. Maar wat kom je eigenlijk doen? Wat ik kom doen? Nou, ik kom u helpen op de boerderij, ja, zoals u mij heeft gevraagd. Ach, ik heb helemaal niks gevraagd. Maar, nu u er toch bent, wacht even. Hier. Alsjeblieft. Ja, maar tante... Ja, de poep moet nog opgeschept worden en de paarden mogen uit de stal. Alsjeblieft. Maar tante, luister dan even. Nee, niet zeuren. Hap. Aan het werk. Hap. Ja, hap. Go. Mevrouw Suikerspin. Is het waar dat de achtbaan verkocht is? Ja. Oh ja, dat is waar, Jules. Oh. Ja, de koper heeft net al betaald. En morgen vroeg om 9 uur komen ze hem al ophalen. Oh nee. Maar dat is verschrikkelijk. Oh. Maar dat is nog niet alles. Nee, volgens mij zijn de boeven van plan om nog veel meer attracties te verkopen. Maar dat kan toch niet zomaar?
is het, meneer Kaarschaaf? Ja, inderdaad. Dit is het o zo leuke, gezellige, een sfeervolle suikerspinhuisje waar ik het over had. Ja, het heeft inderdaad wel wat. Ja, ja. Wat vroeg u er ook alweer voor? Nou, voor een 500.000 euro is dit huisje van u. Maar dit is het huisje van mevrouw Suikerspin. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Kijk, dit is het huisje van mevrouw Suikerspin. Nee, dat dit was het huisje van mevrouw Suikerspin, hè? Ja. Maar kijk, als u nu direct wil betalen, dan is dit huisje vanaf morgen van u. Ja. Oké, kijkt u eens? Ja, alsjeblieft. Dat is dikke mooi. Nou, dan zou ik zeggen, mevrouw Suikerspin en Muizen, als jullie dit een beetje aan kant willen maken, hè, dan kan deze mooie, prachtige, rijke dame morgen vanaf 9 uur haar entree maken. Kom meneer Kaarschaaf deze kant op. De verbinding is verbroken. Ga jij de hooibalen maar eens even lekker opstapelen? Nee, maar tante, ik wil... Ja. Kusje. Het gaat jullie nooit lukken om alles te verkopen. Honey, stop nou even. Wat is dit nou weer, zag je? Nog meer. Ja, deze kant op. Mevrouw Suikerspin, we moeten iets doen voor het te laten. Ja. Tante, het spijt me, maar... Maar ik moet nu meteen gaan. Waag het niet om zonder bij mij weg te gaan, Lucoutje. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kinderpretpark Julianatoren.